Groningen tegen Helmond Sport. Nummer 15 van de Eredivisie tegen de nummer 16 van de Keukenkampioendivisie. Bij Groningen weten ze weer wat winnen is na afgelopen weekend. Door het tovergoal van Cyril Ngonge. Uiteindelijk maakte ook Michael de Leeuw nog zijn eerste sinds zijn terugkeer. Maar goed, het bekertoernooi is een ander verhaal. De laatste jaren niet echt de vriend van FC Groningen. Eigenlijk sinds het winnen van deze in 2015 finale tegen PEC Zwolle. Twee keer Albert Roesnak. Opstelling van Groningen is op vier plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ. Achterin Swerko, omdat Dammers toch net niet voldoende hersteld is van zijn hoofdwond. Duarte, Abraham en de Leeuw beginnen op de bank. Van Kaam, Irandus en Postema en niet Strand Larsen mogen in de basis beginnen. Wacht is op het beginsignaal van de Graaf. Dat signaal is nu gegeven. En dan is Groningen-Helmond onderweg met de lange bal van Cassanvirio in de richting van Postema. En gelijk Ngonge. Natuurlijk met gejuich ontvangen. Elankouri gelijk voor. Nou, daar is de eerste kans misschien wel. Randoust komt niet tot koppen. Beweging voor het doel. Gooselink is daar. Die legt hem klaar. Dat is uitstekend gedaan. Gooselink naar Van Lanschoot. Van der Sluis. Buitenkantje links. In de handen van Leeuwenburg. Gelijk de sprint van Postema de hoek in. Is gezien door Leeuwenburg. En handig gedaan door Postema. Hij krijgt geen vrije trap van der Graaf. Eigenlijk even aan het shirt gepakt. Het is kort en licht. Het leidt tot woede bij Danny Buijs. Mirandoust. Ngonge. Bijna tot bij Postema. En het schot. Van Dankelaar. Na de sliding van der Meer. Even de ruimte voor de rechtsback van Groningen. Abraham. Mirandoust, excuus. Naar Elhankouri. Korte hoek. Tussen de benen van Rijdoor, die er nog wel aan zit. Osiers verstikt zich in die bal. Van Kaam. Randoes naar Soeslof. Hij zal zoeken voor Groningen naar de ruimte. Hier een beetje ruimte gevonden bij Daleo Irandus. Dat is een goede actie. Postema. 1-0 Groningen. Romano Postema. Goede aanval van FC Groningen. Van Hintem naar Irandus. Net op mijn woorden, daar gaat Groningen nog veel plezier aan beleven aan Daleo Irandus. Nog weinig kunnen laten zien, maar dit doet hij uitstekend. Prima afgemaakt ook door Postema. Zijn eerste van het seizoen. Scoorde nog niet in de Eredivisie, nu wel in het bekertoernooi. Dat is eigenlijk precies wat Groningen nodig heeft. Een vroege goal. En aanvoerder van der Meer probeert de kopjes gelijk weer een beetje omhoog te krijgen bij Helmond. Want voor die ploeg is dit natuurlijk geen prettig scenario. Oeh, de Bie is hem kwijt. Nou, dan kan het gelijk 2-0 worden. Ja, daar is de goal voor Irandus. Ook voor hem een persoonlijk succesje. Ik zei het al, Groningen gaat heel veel plezier aan hem beleven. Ongelooflijk talentvolle speler. Overgekomen van Hekken. Zware blessure gehad en moeite gehad om zijn draai te vinden. Nou, dit is eigen schuld, dikke bult van Maxime de Bie. Van Kaam. Mirandoust. Glijdt weg.
En dan springt de bal van de voet bij Lyon. Soeslof, Postema! Groningen heeft niet zoveel kansen nodig om doelpunten te maken. In ieder geval niet in deze wedstrijd. En zeker Romano Postema niet, want dit is zijn tweede. Hier lijkt Iranus hem al kwijt te zijn. Dan springt hij van de voet bij Jarno Lyon. Die het dan probeert te herstellen via de B. Het is ook een beetje pech natuurlijk. Maar het ziet er ook knullig uit. Valt die bal voor de voeten van Postema. Ja, die denkt niet na in één keer. Hop, verre hoek. En inderdaad, twee vingers omhoog. Twee goals voor Postema. Haverkotte legt daar heel de Z-side even in de luren. En het fanatieke Groningen publiek kon de grap wel waarderen. Hier gaat Iranus. Soeslof zit de loopactie. De hoek was lastig voor Iranus. Corner is goed en Strand Larsen kopt. Dan valt hij daar voor de voeten van een van die invallers, van Bjorn Meijer. Die daar zomaar even zijn eerste voor Groningen had kunnen maken. Kassan weer, joh. Dankerlui, goede controle. Eén keer de bal voor, daar is Strand Larsen, heerlijke goal. En ook de andere spits werkt aan het zelfvertrouwen dus. Jurgen Strand Larsen, 8 minuten in het veld. En zijn eerste te pakken. Goede controle bij Dankerlui. Bal ligt in één keer goed voor de voorzet. Het is echt een heerlijke bal van Dankerlui. Bij de eerste paal binnengeknikt. Door Strand Larsen. Van de Verrijken. Nee, die is te laag. Oh, Soeslof. Ja, dan wordt het alsnog een doelpunt, zou je zeggen. Maar Leeuwenburg plukt hem even uit de hoek. Dat zijn de lekkerste als keeper als je weinig te doen hebt en dan zo'n bal pakt. En het is op het randje. Het is ook weer slordig van Soeslof. Hij herstelt het dan zelf. Iranus. Strand Larsen heeft zich ontdaan voor even in ieder geval van Van der Meer. Die komt er nu nog een keer tegen. We gaan het wel proberen, Strand Larsen. Postema had hem graag willen hebben. Goeie bal. Strand Larsen voor het doel. Daar is Strand Larsen. Ik denk dat het de bedoeling was om hem in de loop van Postema te leggen. Dat legt Strand Larsen nu ook uit aan Postema. Iranus. Kijk, dat is lekker gedraaid. Strand Larsen wil hem hebben. Krijgt hem net iets achter zich. Dan maar terug naar Iranus. Kort geschoten. Ja, dat is nog lastig genoeg voor Haverkotte. Strand Larsen. En Haverkotte, die al dacht dat hij even kon pauzeren. Hij moest nog een keer aan de bak bijna. Nog een keer het draaien van Iranus. Die uiteindelijk zelf uithaalt. Groningen dus een maatje te groot voor de kattenmeppers van Helmond Sport. Die zich mogen gaan richten op het thuisduel met Almere City. Hier gaat Mortensen. Het zou mooi zijn als die er ook nog eentje maakt voor Groningen. Dat lukt niet. Soeslof. Ja, Strand Larsen weet dan al dat hij buitenspel staat. Maakt het nog wel even af. Haverkotte die zich nog een keer kan onderscheiden op de pogingen van eerst deze Mortensen. Wat helemaal geen onaardige poging is. En daarna Soeslof. De ploeg van Wil Boessen had eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. Met name omdat het zelf heel snel die 2-0 weggaf. Daarna was het voor Groningen eigenlijk een makkelijke avond.